Welkom mensen bij Disney Infinity. We zijn hier met Monsters University, Sully. En jullie weten, net als vorige keer kwam ik niet uit de missie van het klapper systeem. Ik veranderde deze in een lanceertoestel, terwijl die het al was. En toen kreeg ik de achievement. Ik haalde de opdracht. Het was een beetje vreemd, dus toen daarna dacht ik van laten we nog een aflevering opnemen. En bij deze is dit dus een nieuwe aflevering dat we verder gaan. En we gaan verder met Don. Weet je, niet alles is een test om te zien wie de Bang Big moet stelen. We moeten ook nog een uitdaging winnen. Als je een driedubbele grapstarter installeert op de campus van de Angst TU, weet ik zeker dat het munten regent als haren uit mijn hoofd toen ik bang was dat ik werd ontslagen. Nou, nu vragen ze dus hetzelfde van wat we net deden. Maar nu moeten we dus 3 van die lanceertoestellen gaan activeren. En ik snap niet waarom we nu... Want net hadden we ook al 3. Maar ik ga die eens veranderen met die klapdingetjes dan. Oh, 1, 2, 3. Is dit niet goed dan al? Nou, dit is toch al goed? Nou, blijkbaar is het dus nog niet helemaal perfect. Ik moet daar niet in komen, want dan moet ik heel de pocket weer teruglopen. Maar even kijken bij de missie. Wij hebben dus nodig... maak een driedubbele bedreiging door 3 grap lanceertoestellen. Nou... Volgens mij waren er al 3. Maar ik ga ze opnieuw instellen. Dus we krijgen dus hier krijgen we een... Ik moet het niet opstaan, versieren. Een lanceertoestel. Nou, dat is hartstikke leuk. Kijk, we doen het nog een keer zo. Ja. Dat is 1 dan. Dan moet deze moet ook een, in plaats van een stoel worden, moet ook een grap lanceer. Oh nee! Kom op. Ik raakte hem niet eens goed aan. Oké, heel voorzichtig. Nee! Ik raakte hem niet eens goed aan. Kom op! Alsjeblieft. Hoe kan ik die verzin... Nu zie je wel? Oh. Nou, dat was echt de moeite waard, hè? We hebben een gouden ster gekregen in ieder geval. En ik heb hem gehaald, terwijl ik niks heb gedaan. Maar goed, in ieder geval, het is gehaald. Don heeft die Don weer een... Wedda gaat een 4-dubbele vragen, Wedda. Hij gaat het gewoon doen. Nee, hij heeft geen quest meer. Mooi zo, Don. Hij is uitgepraat, hij is uitgekletst. Krijgen we nog meer opdrachten? Even kijken, ik zie een groot... ding daar staan achter het gebouw, dus daar gaan we even naartoe en ik hoop dat we dan bijna klaar zijn met deze opdrachten hier, want ja, dit komt me wel een beetje mijn strot uit. Ik vind het ja, maar bij die andere is ook vervelend, want daar zitten nog steeds al die gasten die me elke keer kapot slaan en ik weet ook niet hoe we dat moeten oplossen. Ik weet het gewoon echt niet. Waar kwam die straal vandaan? Ik geloof dat het hier in de buurt zat. Zagen jullie net ook niet die straal? Ik zag het, het kwam toch hier vandaan? Ik kijk eens even in de lucht. Is het niet het beeldje hier zo? Nee toch? Dit beeldje doet toch helemaal niks? Proberen? Nee, die gaat niet kapot ook. Waar kwam die streep vandaan? Hier toch ergens? Of ben ik nou gek? Die gast zat dus gewoon op het dakje. Maar we hebben heel lang lopen zoeken. Oh, mijn headset. Ik moest even krabbelen achter me hoor. Mag ook al niet, hè? Mag niet. Wat krijgen we? Zo te zien wilde Theo Angst ons niet op het campus hebben. Joh! Maar dat weerhoudt ons er niet van om de boel te versieren. Bewerk een paar van hun bomen met wc-papier. Oké, dat ken ik wel. Dat herken ik ook. Dat hebben we al vaak moeten doen. Maar dat geeft ook helemaal niks. Dat is best wel leuk. En ik hoop niet dat die scheepbewakers komen. Want die zitten ook echt overal. Bij elke missie zitten ze er. En misschien kan ik vanaf hier wel... Ik zie nog geen bewaker lopen. Het zou heel tof zijn als ik kijk eens. Ik kan ze gewoon vanaf hier raken. Kijk, en... Oh, hij komt daar. De bewaker. Maar hij kan me niet raken vanaf hier. Dat is mooi. Dat is zeker mooi. Kijk, hij probeert me te raken, die aap. Maar ja, dit gaat niet gebeuren, hè. En misschien als ik nou slim ben en ik haal het. Kijk eens, dan ga ik even naar dit dak. En dan pakt die gozer me niet. En dan loop ik gewoon naar de zijkant van dit gebouw. En daar staat namelijk nog een boom. En die kan ik dat ook raken. Zo. En deze boom hier, ik weet niet of ik daarbij kan. Yes! Kijk, zo doen we dat, vanaf het dak. Weer een lekker beetje Assassin's Creed idee. Oké, prima. Dat was gaaf. Hebben wij nog een quest? Ja hoor, ik zie een nieuwe quest. Daar schijnt hij. En of het nou achter het gebouw zit of op het gebouw. Ik ga ze nu zeker weten voor de allebei de plekjes kijken. Maar ik gok achter het gebouw. En het biggetje werd voor me gesmeten zoals je zag. Ik snap ook niet waarom ik deze posters eraf kan schreeuwen. Want het kan normaal wel. Maar ja, bij deze gaat het dus niet. Ik had een keer een missie dat ik dat wel moest doen namelijk. En daar zit... Oh, die gozer hebben we bevrijd van die kloktoren. Wat grappig. Wat wilt hij hebben? Oh, ik moet hem niet meer vuur verdonderen. We hebben het gedaan met het opknappen van het studentenhuis. Laat ze zien dat we goede buren zijn door hun botanische school ook een nieuwe look te geven.
Oké, we gaan een nieuwe look geven aan hun school. Maar hoe kunnen we dat doen? Dat kunnen we met wc-papier doen. Maar dat kunnen we ook met vuurwerk doen. Het wordt alweer nacht. Ik ben bang dat het met vuurwerk wordt gedaan dadelijk. Ik ben dus benieuwd. We gaan eens even kijken wat wij kunnen... Ik zie daar een bewaker staan. Dat het wordt zeker met vuurwerk gedaan. Dat weet ik nou al. Dus wat ik ga doen is even hier naar boven toe. En dan ga ik het even via de daken weer doen. Want dat werkt best wel heel erg handig. Ik kan hier niet opkomen. Dus dat wordt heel lastig nu. Dat wordt heel lastig nu. Ik blijf springen. If you're happy in the know it, clap your hands. If you're happy in the know it, clap your hands. If you're happy in the know it and I really want to show it. Oh shit. Ja, er komt er weer een achter me aan. Oh. If you're happy, we moeten gewoon blijven springen. Dat helpt gewoon heel erg. En ik moet daar achter die bewaker langs, want ik wil op dat ding klimmen. Gaat dat werken? Nee, hè? Dat gaat niet werken dit. Wacht, hè? Ja, je gaat er... Nee, spring er nou niet af! Snap het niet. Ja, goed zo. Blijf op dak. Niet eraf springen. Hij heeft altijd zo'n neiging om eraf te springen. Ik weet niet waarom. Oké, prima. Het gaat goed. Waar moeten wij dingetjes gaan doen? Ik ga ze mee. Ik denk dat dat hier gebeurt. Denk ik? Ja, ik moet ze daar naar binnen gooien. Dus ik kan hier niet echt blijven. Dus ik moet naar beneden. Het is veilig daar en het is veilig... Nee, het is ook nog steeds niet veilig daar. Ik ga er even mee wachten. Ik weet wel dat ik hier naar beneden kan om even dat rode nop ding te pakken. Dan nog zit ik vast hoor, maakt niet uit. We gaan het even anders aanpakken. Let op. We gaan het heel anders aanpakken. Ik denk dat ik nu wel gepakt word. Ja. Het zat hier dik in dat ik nu gepakt word. Ja, het gaat er dik in zitten dat ik nu gewoon faal. Dat weet ik. Ja. Dit gaat niet worden. Oh, jammer jongens. Jammer. Ja, helaas. Ik ben gepakt. Dit is echt pittig. Het is echt pittig. Kom, raak hem. Kom op, Vince. Kom op. Doe het voor mij. Hij komt niet hoger. Waarom komt hij niet hoger? Nou, ik moest dus nog een keer opnieuw alles doen. En het is gelukt. Waarschijnlijk een bug in de game of zo. Hij telde dus iets snel op terwijl ik het raam nog niet had geraakt. En dan dacht het spelletje van no. Dan kunnen we nog niet 5 van de 5. Dat kan niet hoor. Nee. Dus dat was niet goed gegaan. En toen deed ik hem overnieuw en toen deed hij het gelukkig weer. Ik heb ondertussen ook een rode dop gevonden. Ik ga zo omheen kijken. Hebben we hier alle missies gehaald? Want er moet toch wel een einde aankomen, denk ik ooit. Ik weet het niet zeker. Ik zie daar nog wel een lichtgevend iets. En dat is denk ik wel een van de laatste of latere opdrachten. Want we hebben er best wel aardig veel gedaan. En ik weet niet hoeveel. In ieder geval, naar mijn weten hebben we er toch een stuk of 50 gedaan, denk ik uit mijn hoofd. We gaan eens kijken. Wat heeft deze meneer te zeggen? Degene die we hebben bevrijd. Ik ben zijn naam kwijt. Terry, natuurlijk. Ze zijn een blijvend sieraad, vind je ook niet? En daarom willen we dat je ze aanbrengt op de schikschool van de TU Angst. Doe je mee? Oké, dit is echt heel spectaculair. Maar wij gaan nu... Op de schrikschool van angst gaan wij... Oh, dit wordt ook weer met bewakers. Oh, wat vreselijk irritant. Maar we gaan dus iets heel gaafs doen. We gaan op de school van de TU gaan we erop klimmen, erbovenop. Het was echt een rotwerk, maar het gaat zeker weten werken. Terwijl ik eventjes wordt geplet door al die gasten. Ben ik wel gelijk bij de TU school. Dus dat is wel een voordeel. We gaan eens kijken hoe komen we hier naar bovenop. En ik denk dat ik het weet. Via de zijkant namelijk. En ik ben bang dat er wel bewakers zitten. En anders gaan we gewoon via dit hier. Let op. Dus we moeten proberen zo ver mogelijk te komen. En ik hoop dat dat via dit werkt. We hebben wel een rood icoontje. Een rode dop. Die wil ik wel heel graag gaan pakken. Voordat we verder gaan. Zo, we hebben de stupide stippels. Stupide stippels. Ik vind het helemaal goed. En kunnen we verder? Nee, we moeten via het zijkantje. En ik denk dat we daar wel iets hoger kunnen komen. En daar zitten ook bewakers. Dus we moeten heel stil zijn. En uitkijken dat we niet worden gegrepen door die gasten. En daar nog meer bewakers. Oh, chips. Oh, ik word al gezocht. En ik vlucht heel snel nu. Hier komen ze niet. Ik hoop het niet. Kom op. Hij pakt dat niet vast. Shit. Hij pakt het niet vast. Ik moet via dit. Ja. Eigenlijk via de andere kant wil ik het liefst. Want dan pak ik dat rode ding. Ik wil dat rode ding pakken. Ik ben er zeker dat ik weet het. Ik ga via de andere kant. Let op. Kan er ook nog wel bij. Zo. Hoppakee. En dan pakken wij dat ding. Yes. We did it. Oh, 1 van de 3. Oh. 2 van de 3. Of gaf hij dan weer een bug? Ik hoop het niet hoor. Dat moet ook wezen.
Shit. Oh, chips. Chips. 3 van de 3? Hij pakt hem denk ik niet hoor. Oh, chips. Hij laat me ook van het hele gebouw afstorten. We gaan toch niet alweer opnieuw beginnen, hè, met alles. Met weer dat gezeik van die bug. Och. Monster University, het bug in de spel. Ik heb het normaal nooit eerder meegemaakt hoor, daarom vind ik het zo raar. Dit hoort niet. Oké. Ik vind het helemaal goed. Kunnen we hier naar boven? Ja, we kunnen het vlaggetje pakken. Dat is heel mooi. En de laatste zit daar op de hoek. Nog één bewaker moeten we proberen te ontwijken. En dat gaat denk ik wel goed komen. Dat moet wel goed komen. En dan nu, ik hoop niet dat hij bukt. 3 van de 3, ik hoop het echt niet. En dan hoop ik dat we hem nu halen. Ah, het is yes! Beter om te, hij bukt niet. 530 van de 540. Dat wordt heel spannend. Oh, dat wordt heel spannend. Even kijken, waar hebben wij een nieuwe missie hier? Er zit wel zo'n biggetje op de gang. Op de zijkant daar. Voor de school zit een... En daar achterin ook nog. Er zit ook nog een grote lichtvlakte voor een missie. Het is die gladderig. Die enge gladderig. Hallo. Goed nieuws. Ik heb Goed nieuws. De bank weer gevonden. Ze houden hem vast in een ren. Zijn bewaker ziet er sterk uit. Je moet zijn sleutels pakken om de ren te openen. We moeten die TU angst wat schrik aanjagen, toch? Ja, vind ik ook. Vind ik ook. Ik hoop niet dat het donker wordt, het wordt weer donker. We hebben weer een bewaker missie. Dat zijn echt superveel de laatste tijd. Ik vind het alleen maar irritant. Maar we moeten dus dat varkje gaan zien te bemachtigen. En die zit opgesloten in die kooi. Dat is natuurlijk best wel triest. Eigenlijk varkenmishandeling, hè, zo kan je het noemen. En wij gaan ervoor zorgen dat dat varkentje weer loskomt. Uit de klauwen van die gemeenerikken. Nou ja, gemeenerikken. Van de TU Angst Comité, om het zo te noemen. Deze loopt hetzelfde als voor mijn vorige keer. Nee, hij gaat niet. Oh, hij draait nu om. Sluipen weg en weg. Dat is mooi, want daar recht voor me zit volgens mij dat biggetje. Maar hij wijst wel schuin, dus dat vind ik al raar waarom hij niet naar voren wijst. Oh, daar zit het. Oké, ja, prima. Nee, ik vind het goed. Hier zit wat bewaking. Hoe komen we daar? Wat moeten we schieten? Moeten we die bewaker iets mee doen? Moeten we hem laten schrikken? Oh shit, dat mag hij niet zien natuurlijk. Ik moet hem laten schrikken, denk ik. Er zit maar één ding op en dat is schrikken. Nee, nee! Weg! Nee! Kijk, je weet nog niet of hij omgedraaien. Weet je niet? Huppakee! Jammer dit. Goed zo. Oppakken. Gooien? Gaan we hem gooien? Oh. Nee, blijkbaar heb ik dus al gehaald de missie. Ik wou hem echt gaan gooien. We praten met hem. Nu alleen? Wow, er zit een alarm in de ren. Snel, spring op de big en rij hem terug naar de tunnels. Schiet op! Oké, we gaan heel snel de big rijden. Terwijl één keer een ander aan de poort werken, ram je met Archie tegen de mascottestandbeeld. Door de mascottebeelden op hun campus te vernielen. Ook even die dingen pakken, die rode dingen. Zo. Je bent toch niet uit de gevarenzone? Oh shit, wat moet ik doen met die standbeelden? Ik weet niet wat ik met die standbeelden moet doen. Wat moet ik doen met de standbeelden? Weet iemand het? Ik weet niet wat ik moet doen. Wat moet ik doen met de standbeelden? Ik weet niet. Leg uit, game, leg uit. Kijk, blijkbaar moet ik dus op het Monsters University biggetje al die standbeelden kapot rijden. Ik weet niet, het is zo pittig, die besturing is niet normaal. Dat is echt, je wilt niet mijn handen zijn nu. Sowieso mijn gedachten niet. Maar dit is echt, oh man, dit is verschrikkelijk. Het zou leuker zijn dan, nee laat maar. Ik moet gewoon deze beelden vernietigen en daarmee basta. We hebben 4 van de 7. En ik geloof dat daar ook nog eentje stond die we waren vergeten. Maar ze staan om dit altaar staan ze. Ik geloof dat er ook nog eentje op het dak staat. Maar daar kom ik toch nooit met die big. Hier, ik kom hier op. Ik kan het amper... Oh, jongens, wat een robbesturing. 3, 2, 1, yes! Hij is open. 7 van de 7. Rijd Archie terug naar MU. Dan zien we je daar bij het scorebord. Oké, tof. We gaan met dit mannetje, met ons varkentje, gaan we naar Monsters University. Ja, we zitten op mijn wielen, dat snap ik. Ik ren zo snel mogelijk als ik kan. Yes!
Nu niet stoppen. Goed gedaan, jongens. Nu hebben we genoeg munten om de week van de schrik voor hem u te winnen. En geen moment te vroeg. Nog maar een paar seconden. Doe maar. Toon ons de winnende score. Oh jee. Oh nee, verloren. Met maar één munt? Ah, dat is echt vernederend. Ik... Hé, hey, Inky, wat doe je nou? Gefeliciteerd, jongens. Yes! Krijg nou de hik. Daarmee staan we bovenaan. Mooie grap, Ink. Wauw. We hebben gewonnen. En ik denk dat dit ons doel was. Ik denk dat dit, ja, ik denk dat dit uiteindelijk het idee was. Oh. Van de TU Angst. Juist ja. Archie de Bangbig. Spring op zijn rug en hou je vast. Geniet van dit ritje. We hebben een gouden ster, we hebben toegekend. We hebben 1500 punten en we hebben Journey Complete. Ik ga eens kijken, we hebben voor mij de Journey Complete gemaakt van Monsters University. Dat betekent dat we dus, dat is gaaf, complete story in een playset. Dat is heel gaaf, we hebben natuurlijk niet alles uitgespeeld. We hebben namelijk nog dingetjes die we moeten halen. En ik wou er nog eentje gaan halen met jullie en dat is die daarboven, de quiz. Die lijkt me, of die balletjes zoeken, dat lijkt me toch wel een hele pittige. En ik wil kijken of het lukt. Oké. En waar zitten de anderen nu? Nou, leuk dat ik het allemaal van dingetjes heb. Balletjes, maar waar zijn die overige balletjes nou? Oh, hier nog één. Nou, nog twee had ik er moeten gaan en die had ik daar moeten pakken. Ik zou het kunnen halen, maar dat kost tijd. Mensen, ik bedank jullie voor het kijken. En vergeet geen like te geven en te abonneren in het midden van het scherm. En volgende keer gaan we gewoon verder met Monsters University. Doei doeg!